Fortnite Nerds is gearriveerd. Ja, ja, we zijn er. Galactus komt ook steeds dichter bij de map. En Galactus gaat echt zijn plaatsje innemen. Over plaatsen gesproken, Midas' gouden stoel is weer geplaatst in de agency. Zou dit een terugkeer kunnen betekenen van Ghosts and Shadows? Like en subscribe voor meer toffe content en we gaan lekker verder na het intro. De 14.30 update is nu geweest en heel veel vette dingen zijn toegevoegd, ook al richting Fortnite Mars. Maar er zijn ook heel veel andere belangrijke dingen daarnaast, wat mij nu ook brengt bij de eerste Black Panther. Black Panther is nu dus officieel toegevoegd in de game. Nou ja, voorheen was er natuurlijk al zijn standbeeld, maar nu daadwerkelijk is ook die special ability van Black Panther bij de Queen Jets te vinden in de game. Dus ik zou zeker zeggen, heb je hem geüpdate, zit je in 14.30, probeer hem even uit, want hij is echt overpowered. De Combat Shotgun gaat ook eindelijk geüpdate worden. Dit was natuurlijk echt een boutwapen waar niemand meer mee overweg kon. Dus hij is geüpdate. Hypex zegt dat hij per schot 7 meer damage gaat krijgen. Echt heel nice. En we blijven nog even in de shotguns hangen, want Epic zou weer werken aan een nieuwe shotgun. De zogenoemde Swing Shotgun. Ja, Epic opnieuw dus alweer aan het werken met de shotgun. Na de Dragon Shotgun die we eigenlijk niet hebben gezien. En ook nog steeds die mysterieuze shotgun die meerdere malen in de thumbnail van dit nieuwe seizoen te zien was. Heel raar, maar ja, ik weet nog niet heel veel van deze shotgun. Het enige wat Hypex erover zegt is ja, hij komt eraan, maar hoe of wat die eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Van de shotguns gaan we over naar de game mode. Want ja, Fortnite heeft officieel aangekondigd dat er een nieuwe game mode komt, genaamd Rally Royale. Deze game mode gaat helemaal om de auto's die natuurlijk in seizoen 3 al zijn toegevoegd. Wat het even heel kort inhoudt is, het is gewoon puur racen. Je kiest dus een auto en je moet zo snel mogelijk het parcours voltooien. Binnen dit parcours zijn er verschillende checkpoints. Je moet langs alle checkpoints, pas dan kan je over de finish. Het is dus gewoon lekker racen. Ik heb er best wel zin in, ben echt benieuwd hoe deze game moet eruit gaat zien. Laat even in de reacties achter wat jullie ervan gaan vinden. Wat Fortnite waarschijnlijk ook gaat doen is een heel nieuw arsenaal aan wapens toevoegen aan de game. Hypex heeft dit uitgelekt dat er weer verschillende wapens komen, een totale set van 9. Maar welke mij echt heel vet is, lijkt de Dragon Breath Sniper. Ik vind de snipers nu best wel underrated. Ik mis echt zo'n heavy sniper. En deze Dragon Breath sniper blijkt een soort nieuwe heavy sniper te worden, waarmee je iemand gewoon in één keer met shield en al kan killen. Lijkt me echt heel tof als die erin komt. Daarnaast blijkt ook de Storm Scout Sniper Rifle weer zijn terugkeer te krijgen. En een mysterieus iets wat de Run and Gun heet. Ik heb totaal geen idee of dit een wapen is, een special ability, een soort shield. Dat wordt één grote verrassing. En dan nu misschien wel de vetste leak van deze video, de eventuele terugkeer van Midas. Midas is natuurlijk in chapter 2, season 3, opgegeten door een shark. En we hebben hem daarna niet meer gezien. Maar ja, er zijn nu geruchten dat er natuurlijk een nieuwe Midas skin komt bij de Joker pack die in november uitkomt. En daarnaast is ook bij de agency de gouden stoel van Midas weer teruggekeerd. Dit is dus een hint dat Midas terugkeert. We weten natuurlijk niet of die als boss bij de authority gaat zijn, of dat het een hint is dat daadwerkelijk die skin bij de Joker pack gaat komen. Hoe dan ook, we gaan het zien, maar ik zou super erg uitkijken naar de terugkeer van Midas. Laat een likeje achter als jij dat ook vindt. Van Midas gaan we door naar de Fortnite Mare emotes. De eerste emote is al geleakt door Twea en dat is Witching Ways. Ik vind hem echt super tof. Je gaat dus echt op een bezem, je zweeft dus echt als een soort van heks door de lucht, zeg maar. Maar naast deze is er ook nog een andere geleakte emote. De Candy Bucket. Het staat nog niet helemaal vast hoe deze er naar uit gaat zien. Stormscare heeft hem geleakt. Jammer dat we niet precies weten hoe die eruit ziet, maar het concept is in ieder geval vet. Het zal dus waarschijnlijk iets met een snoepmandje zijn, zittend op een stoel. Van de nieuwe emotes gaan we door naar ook een hele belangrijke leak, de leaks rondom Galactus. Want ja, hij is nu echt een hele slag dichter bij de map gekomen. Als je nu inzoomt met je sniper op de ster aan de hemel, kan je daadwerkelijk al een schim van het lichaam van Galactus zien. Hij staart eigenlijk een soort naar je. Ook bij de challenge table is er een update waar Galactus ook daadwerkelijk te zien is,
als een soort rode stip op de challenge table. Als Galactus bij de map aankomt, dan komt er natuurlijk een live event. En bij het live event van het vorige seizoen ging het natuurlijk verschrikkelijk mis. De servers belanden in een black hole en de hele Fortnite community stond op zijn kop. Dus ik hoop dat bij dit event Fortnite de zaken beter gaat regelen, waardoor niet de hele handel weer opnieuw gaat vastlopen. De henchmen zijn ook weer veranderd van locatie. Ze staan nu op de Dam met z'n tweeën. Maar er is nu een belangrijke verandering. Hypex heeft uitgelekt dat er nog maar één Lonely Agent over gaat blijven. Ik vind het super sneu, want ik vond ze heel erg leuk met z'n tweeën. Misschien gaat deze eenzame agent wel veranderen in een bos en komt weer terug bij de agency. Laat achter wat jij denkt wat er gaat gebeuren met deze eenzame agent. Fortnite Mare staat natuurlijk om de hoek en er is een nieuwe leak van Hypex genaamd de W Broom. Dit staat waarschijnlijk voor Witch Broom, wat in het Nederlands dus heksenbezem betekent. Dit zou super tof zijn, want dit zou ook aansluiten bij die emote waar natuurlijk al iemand op een heksenbezem zit. Waarschijnlijk zou het een soort vervoersmiddel worden, net zoals de invisibility van Kevin the Cube, waarmee je ook sneller over de map kon verplaatsen. Naast de broom komen er ook nog andere super vette items, zoals een honeypot, een peppermint, een candycum, een jellybean, terminal taffy, etc. Het zijn super coole consumables waarmee je onder andere extra health krijgt. Ook zijn de versieringen van Fortnite Mares al een volle gang over de map met ook deze super coole boo shop. Echt mega vet. En nu alweer de laatste leak van vandaag, Fortnite VR. Verschillende leakers hebben codes gevonden die eruit wijzen dat deze nieuwe game mode ook toegevoegd gaat worden. Stel je voor, dus echt met VR, je kan dus echt rondjes draaien om 90's te bouwen, hollen door je woonkamer om trappen te maken. Al met al, het lijkt me super cool, maar wel heel moeilijk. Zou het niet te lastig zijn voor VR-players als ze met de reguliere spelers in de lobby komen? Ik zou het niet weten, laat even achter in de reacties wat jij ervan vindt. Kijkers van Team Plagiaat, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb er heel veel tijd in gestoken, dus het zou super tof zijn als jullie zouden willen liken en te abonneren. Want we hoeven nog maar 6 subs voor die 500 subscribers. En dan geven wij ook een Team Plagiaat t-shirt weg. Dus wil je die winnen, like en abonneer vooral even. Voor nu, we checken jullie later weer.